De organisatie van de verkiezingen moet beter, zegt Lila Watiragubir, voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau. Vandaag zijn de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2020 geëvalueerd. Volgens de voorzitter is gebleken dat het veelal schort aan informatievoorziening naar het electoraat. Zij is van mening dat de wet en regelgeving aangepast moet worden, zodat incidenten zoals kwestie Akimboto zich niet herhalen. En van hieruit wil ik aan het ministerie het verzoek doen om al deze wetten indien mogelijk om eigenlijk te kaderen en eigenlijk aan alle verkiezingsactoren te doen toekomen. Zodat de mensen die dus eigenlijk op de verkiezingsdag werken ook goed voorbereid zijn daarop. En indien ze dus goede nota nemen daarvan, dat zij dus dan ook in staat zullen zijn, capabel zullen zijn om situaties die zich voordoen en die een probleemsituatie kunnen creëren op de stembureaus, dat ze direct al daar middels de wetgeving opgelost kunnen worden. Uit evaluatie blijkt dat de verkiezingen van 2020 niet vlekkeloos zijn verlopen. De kwestie van verruimde tijden stembusgang heeft veel stof doen opwaaien. Nasir Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, geeft aan dat deze handeling geen onwettig besluit was van de toenmalige leiding. De weg vooruit voor de komende verkiezingen is dat we zeker willen gaan naar een burger- en kiezerseducatie die na afstemming met u, na het aanhoren van uw ideeën en voorstellen, hoe wij dat voor de komende verkiezingen beter kunnen doen. Stroomlijnen van de communicatie met betrekking tot het aanleveren van materiaal voor het samenstellen van een stembiljet. En stroomlijnen van communicatie gaat samen met kennis, gaat samen met kennis hebben over de materie. Kennis hebben over wat er allemaal gedaan moet worden. Daarom ben ik blij dat ik daar net heb gehoord. We moeten echt gaan naar de taakstelling van alle belangrijke actoren die naast elkaar leggen en duidelijk aan elkaar doorgeven wat de taakstelling van elke entiteit is en in die overlappingen zijn, hoe wij daarmee zullen omgaan. Henk Ramdan Lal, ondervoorzitter van de PALU, onderstreept het belang van de evaluatie. Verbetering van de verkiezingsorganisatie is volgens hem van eminent belang. Wat we dus vandaag merken is dat er een heleboel zaken terugkomen. Ik ben een beetje betrokken bij de verkiezingen vanaf het jaar 2000. En we zien dat vanaf dat jaar er steeds weer zaken terugkomen. En dat er eigenlijk heel weinig stappen vooruit worden gedaan. Er worden wel stappen vooruit gemaakt. Maar het is jammer om te zien dat er nog een heleboel zaken daar liggen die gedaan moeten worden. En wat wij als PALU vinden is vooral dat we vooruit moeten kijken. Waar willen we zijn over 40, 50 jaar met onze democratie? En aan de hand van die visie, die kijk op zaken, zullen we nu op korte termijn een aantal maatregelen moeten nemen. En het is jammer om te zien dat we ook vandaag, ook vanuit instanties, formele instanties als het OKB en CHS, dat men kennelijk onvoldoende begrijpt wat hun taken zijn. Fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin, vindt ook dat de verkiezingen beter georganiseerd moeten worden. Hij benadrukt dat versterking van de controlerende instituten een voorwaarde is. Hij geeft verder aan dat het evenredigheidsstelsel voor de komende verkiezingen een feit moet zijn. De evaluatie en aanpassing van onze kiesregeling, daar waren we al begonnen. U weet dat er al een wat afspraken waren gemaakt toen binnen de vorige coalitie en wat politieke partijen. In het parlement waren we reeds begonnen met de behandeling daarvan. Een aantal punten waar er overeenstemming was. Maar u zag, last minute heeft men de zaken ingetrokken. De NDP heeft dat toen ingetrokken. En men heeft het niet geïmplementeerd. Ik denk dat die zaken nog valide zijn. Die zaken zullen gewijzigd worden en we moeten nog verder kijken. Ik denk dat rationalisering van de kiezerssterkte in de verschillende districten, omdat er heel wat demografische verschuivingen zich hebben voorgedaan, dat we daar wel serieus naar moeten kijken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met het organiseren van de verkiezingen. Suriname heeft ondanks de minpunten van de laatst gehouden verkiezingen altijd een goede naam gehad in het buitenland over de wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden in ons land. De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohadjo, benadrukt het behoud van de goede naam.
En wij als nieuwe regering, wij als nieuwe leiding van het ministerie willen ervoor zorg dragen dat de eerstvolgende verkiezing weer perfect wordt georganiseerd. Want onze verkiezingen staan wereldwijd bekend als een van de best georganiseerde. Dus ik ben blij dat de evaluatie is aangevangen. Ik heb al een paar zaken gehoord van OKB, CHS. Het zijn harde zaken, maar eerlijkheid, en met eerlijkheid gaan we ver komen tegenover elkaar.